Straks in Uit de Kunst een exclusief gesprek met de beroemde Duitse schrijver Günter Grass over zijn boek De Ratin. Aanwezig is Evert van Straten. Hij heeft een tentoonstelling gemaakt over Theo van Doesburg, de kunstenaar uit de 20e jaren. En ik praat met John Engels. Hij is de winnaar van de Boy Edgar Prijs 1988. Dat alles straks in Uit de Kunst. Eigenzinnig, doch indringend. Straks om 9:50. En na Uit de Kunst de televisiefilm Op gepaste wijze. Over een wat oudere vrouw die na een schokkende gebeurtenis met haar verleden afrekent en daarmee twee jonge meisjes op weg helpt naar iets nieuws. Na het 9:30 journaal Den Haag Vandaag, waarin het debat van de Tweede Kamer over asielzoekers op Schiphol en verder een gesprek met minister De Koning van Sociale Zaken, die door de Tweede Kamer traagheid is verweten bij de bestrijding van langdurige werkloosheid. Daarna om 22:45 Spiegelzaal, een muziekfilm van cineaste Frederike Jochems en componiste Margriet Hoenderlos, waarin de ovale Spiegelzaal in het Amsterdamse Concertgebouw centraal staat. Even na 22:45 ronden we de avond af met het nieuws voor doven en slechthorenden. Nu eerst Even Geduld, AUB. Een documentaire en discussie over woordblindheid of dyslexie. Kinderen met een normale intelligentie die er toch niet in slagen goed te leren lezen.